Goeie dames en heren, we starten even de persconferentie. Hartelijk welkom bij deze presentatie van onze nieuwe hoofdtrainer, Jonas Anastasie. We zitten hier rechts van ons. Voordat ik het woord geef aan Wim Conant, onze algemeen directeur. Heel even de huishoudelijke mededeling, deze als volgt. We starten met een praatje van Wim, daarna zal Tom de keuze toelichten waarom Jonas Anastasie, dan zal Jonas zelf het woord voeren. Vervolgens gaan we naar buiten, is de mogelijkheid voor 1-op-1 interviews met camera's. En als dat gedaan is, komen we hier terug voor de schrijvende pers. Ik hoop dat alles duidelijk verloopt. De foto's kunnen we ook buiten maken. En er zal zo meteen hier ook een fotomandje zijn met champagne. Dus volgens nu het woord aan Wim Conant. Kom, dankjewel. Ja, hartelijk welkom. Dus het is... voordat het hier nog klein ongeluk is. Maar het is... Het is opvallend schrikbalend druk. Dus dat doet goed, denk ik. Als we kijken naar het verleden van de club. Ben ik er in ieder geval enorm verheugd dat we en nu met zoveel zijn. Maar bijzonder verheugd dat naast mij de technisch directeur zit bij, en dat toch de eerste noemen van de gezamenlijke nieuwe trainer. En rechts naast mij, Jonas Anastasie. Ja, toch binnen de club wel bekend. En ik weet niet of jullie het allemaal weten, toch degene die hier het eerste doelpunt in een officiële competitie werd gescoord tegen FC Twente, 15 augustus 2000. Ja, en om dat nou te herhalen, de sportieve successen die hij hier heeft gehad, hebben we hem teruggehaald om dat nu op een andere manier te doen. En wat daar allemaal aan het grond heeft gelegen en de overwegingen, ja, daar wil ik graag. Het gaat over het voetbal, het gaat over technische zaken. En dan geef ik graag het woord aan Ton Kana, onze technische directeur. Dankjewel Wim. Goedemorgen allemaal. Nou, zoals Wim al de intro gaf, zo is het ook. Wij denken als een team en we overleggen een team en maken ook als team een keuze. Uiteindelijk valt er wel de trainer onder mijn portefeuille. Maar daar gaat wel wat meer aan vooraf voordat je bij een trainer komt. Nou, het mag duidelijk zijn, dat hebben jullie zelf al breed uitgemeten en geschreven, dat het profiel van de trainer was eerder bij jullie bekend en dat wij begonnen te overleggen. Dat had puur mee te maken met het feit dat wij kiezen voor iemand die bereid is om vanuit de teamgedachte te opereren en te denken. En niet omdat we het vragen, maar omdat hij zich zo profileert. Nou, op het moment dat je dan als club gaat kijken van waar liggen onze toekomstplannen, ons beleid, onze visie, zijn we los van de trainer, zijn wij heel hard aan het werken om daar een club te vormen dat iedereen zich realiseert dat niemand groter is dan de club. We hebben ook een duidelijke opdracht meegekregen van onze nieuwe eigenaar Frits Groef. En wij als directie zullen daar uitvoering geven. Nou, op het moment dat je dan terugkomt naar de positie van de trainer, hebben wij gezegd van nou, wat vinden wij belangrijk? En dan kun je allemaal natuurlijk de clichés oproepen, maar het is heel duidelijk dat wij op dit moment een cultuur binnen woorden hebben, binnen alle geledingen, dat wij met elkaar samen willen doen. Natuurlijk is er hiërarchie, natuurlijk heb je mensen die de verantwoording nemen en ook geven. Maar het is heel belangrijk dat een trainer realiseert dat hij in een club komt die groeiende is. Dus met andere woorden, dan moeten altijd nog zaken voor elkaar komen en bereid is om daar mee te werken. Nou, dat is qua organisatie en profiel. Vervolgens hebben wij, vonden we het heel belangrijk dat we een trainer hebben en laten we het mooie woord wat toch maar noemen, een people manager, en dat zegt alles. Wij vinden het heel belangrijk dat, en we hebben ook goed gekeken naar de laatste jaren, hebben we goed gekeken naar het feit dat een trainer moet kunnen leiding geven, managen van zijn team, maar niet alleen het team van de technische en medische staf. Naast de eigenaar is de hoofdtrainer altijd in een cluborganisatie de belangrijkste positie. Omdat wanneer het met een trainer goed gaat, dan gaat het ook goed met het elftal en dan gaat het ook goed met de club. Dat is een ABC'tje. Nou, we hebben uit die gedachte, vonden wij belangrijk dat Jannies een trainer is die dat vanuit nature gewoon heeft. Dat zijn zijn normen en waarden. En dat is het belangrijkste. Op het moment dat je mensen moet gaan vragen om die situatie, dan wordt het al, kan het ook komen, goed komen, maar wij moeten snel vooruit. Dus je moet daar waar je winst kunt boeken, moet je winst boeken. Nou, naast dat een menselijke aspect, waar hij dus ook bereid is om mee te kijken in de organisatie, interesse naar onder 21, naar de jeugd. Allemaal spontane dingen die Jannie zelf opperde, voordat wij vragen stelden. Nou, dat deed onze directie zeer goed. Het derde natuurlijk, en een willekeurige volgorde natuurlijk, is het vakmanschap. Nou, ik kan u vertellen dat wij ons huiswerk hebben gedaan, buiten het feit waar ik Jannie natuurlijk zelf goed kende. We hebben zelfs nog een aantal jaren geleden in dezelfde competitie gewerkt. En toen kreeg Jannie de prijs van trainer van het jaar. En als je ging kijken waarom hij die prijs kreeg, dat was niet omdat hij kampioen werd, want dat is bijna grootste mogelijk bij Olympiakos. Hij won de beker, maar omdat zijn elftal het meest positieve en aanvallend voetbal speelde. Verzorgd, met een stukje realiteit, maar wel met altijd de tentie op het veld opgaan om het doelpunt te maken en niet te voorkomen.
Het andere wat ik heel zelf belangrijk vind, en dat doet me natuurlijk terugdenken aan mijn eigen periode als trainer, zijn elftal kon dat ook nog opbrengen in de laatste 10 minuten. Dus dat zijn teams waren altijd fysiek in orde. Nou, dat meegenomen hebben we ook gekeken van hoe is zijn kennis van het voetbal in Nederland. Nou, zoals jullie allemaal weten, mag hij daar vertellen van waarom die Nederlanders gebleven. Dat soort zaken, dat zijn Jannis in zaken, maar hij is goed op de hoogte van Rode JC. Nou, zo je zei, dat is een 1-2'tje. Nou, dat is niet waar, want hij is al heel lang weg. Dus hij is zich goed verdiept. Nederlands voetbal. Nou, we hebben wat gesproken de laatste dagen over spelers. Ja, dan is het gewoon heerlijk als we dan met de staf zitten. Met een Erik en een Rick en een Twan. En we praten dan over voetbal. Dat net alsof hij al een paar weken hier is, gewoon aansluit met zijn woorden. Nou, wat daarnaast heel belangrijk is, is dat Jannis zonder gedruk wil opvoeren. Een totaalpakket heeft. Hij weet tactisch tijdens de wedstrijden zijn elftal te veranderen daar wat nodig is op dat moment. Daarbuiten heeft hij een aantal talenten gehad. Jonge voetballers, niet alleen bij Reading, maar ook bij Panathinaikos. Waarvan je ziet dat die stap hebben gemaakt. Dus gedurende het proces van het resultaat is hij ook bezig om spelers beter te maken. Nou, dat is bij een club als Roda heel belangrijk. En dat hebben we gekeken. Wij zijn Roda. Wat heb je nodig voor Roda? Nou, dat is een belangrijk punt. Uiteraard hebben we ook ons huiswerk gedaan, maar dat doe je altijd. Hoe een trainer voor de groep staat, hoe een trainer zijn persconferentie, hoe de trainer met zijn historie omgaat. Nou, ik heb ook met spelers van Ajax gesproken. Op het moment dat je met 33 jaar nog een contract krijgt bij Ajax, omdat ze belangrijk vinden dat je als een soort vaderfiguur je beweegt en over de schouders mee kijkt van die jonge jongens, dat toen altijd Snijder, Van de Vaart en andere jongens. Ja, dan geven ze dan een goed gevoel. Is dat een garantie? Nee, natuurlijk niet. Hebben wij ook niet, heb ik ook niet. Maar het geeft ons wel een goed gevoel dat wij een trainer hebben die op dit moment met heel veel interesse, hij wil dat heel graag. En dat zei Wim nog tegen mij. Hij zegt, als ik zie hoe graag Jannis zelf ook deze job wil, ja, hij maakt er ons daar ook mee enthousiast mee. Het is breed gedragen door directie, door RVC, onze eigenaar. Iedereen heeft met hem kennis gemaakt. Onze technische mensen die ook vandaag aanwezig zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat we zo goed mogelijk en zo breed mogelijk ons geïnformeerd hebben. En dan kijk ik uit naar een zeer intensieve en gepassioneerde samenwerking met Jannis en Suzie. Dankjewel. Wat is de woord aan Jannis zelf? Welkom. Goedemiddag mensen. Ja, ik zou niet zoveel praten zoals Tom gedaan. Dus ik denk dat hij veel dingen is gezegd. Dus ik ben voor mezelf heel blij dat trainer van deze club geworden. En ik heb een goede jaren gehad zoals voetballer hier. En ik wil dezelfde bereiken zoals trainer. Het doel en de intentie is om deze team beter te maken, beter voetbal spelen. En het meest belangrijke ding, wat vind ik, is de vertrouwen naar onze supporters terugbrengen. Ze komen in de wedstrijd, ze zijn een team dat leuk voetbal speelt. Goede resultaten boeken en tussendoor ook de ontwikkeling van het team en van de spelers juist is. Dus niet zoveel woorden in mijn mond, maar werk en ik blijf. Zoveel mogelijk doen om onze doel te bereiken. En het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in de competitie. Dus dat we gaan met z'n allen doen. De directie, met de spelers, met de staf, met onze supporters. En we gaan elke wedstrijd ons beste doen om de wedstrijd te winnen. We gaan een team zetten voor elke wedstrijd gewoon te winnen spelen. Ja, en soms is het hard, maar ik denk altijd als je de vertrouwen en de geloof hebt dat je kan doen, ik denk dat alles mogelijk is. Dan kom je eerst met jezelf, dat je hebt de vertrouwen, je hebt de geloof en ik ga deze proberen naar mijn spelers toe en ook naar iedereen binnen hier om de winning mentaliteit te creëren en te krijgen zoals team. Ja, verder, ik denk dat we gaan een leuk een mooi seizoen maken. Ik denk dat we hebben genoeg tijd in de volgende periode met jullie verder te praten en discussie te maken. Ik denk nu gewoon en werk en voor mij is het belangrijk werk. Dat is het. Dank je. Je mag nu het contract getekend worden.
We hebben nog een kleine formaliteit, dan moet je de fotograaf niet bovenop gaan zitten. Daar heb ik altijd, lijkt me niet het allerbeste gevoel. Dus geef ons wel een beetje doen van de laatste bladzijde. Als de laatste salaris. We zien dat het wel talent hadden. Dan kunnen we nu buiten de 1-op-1 interviews doen met de camera's. Maar volgens komen we hier terug voor de schrijving. Ja, dat is een politiek. Ja. Oh, dat is een aardig van je. Dankjewel.